In deze video laat ik zien hoe je camera kunt opladen met een externe batterij, zoals deze. Oké, dus eerst en vooral Fujifilm, de zaak type camera werkt met een bepaalde batterij. Voor Fujifilm zijn dat dit type batterijen, dus die blokjes. En op zich, als je vindt dat Fujifilm goed overweg gaat met de batterijconsumptie, die gaan vrij lang mee, zeker als je het gebruikt voor fotografie. Voor videografie gaan ze vrij snel door, maar dat is te verwachten. Dat vraagt veel meer resources van de camera en je scherm is ook continu aan. Nu, als je voor een opdracht ergens, of je bent op reis of zo, je bent van plan om een groot aantal foto's te nemen, dan ben je best wel een aantal reservebatterijen mee te nemen. En daarvoor heb ik eerder al laten zien dat ik dit hoesje gemaakt heb, waar ik dan mijn reservebatterijen in kwijt kan. Dus dat zijn mijn reservebatterijen. Ik heb in totaal 4 batterijen. 1 in de camera waarmee ik nu aan het filmen ben en deze 3. Ik heb die ook gemarkeerd, zodat ik een klein beetje weet hoe oud dan de batterijen zijn. En dan, dat zijn nog wat geheugenkaartjes. Daar heb ik een aparte video van hoe ik dit eenvoudig hoesje gemaakt heb. En je kan dus, dat zijn originele Fujifilm batterijen. Je kan ook batterijen kopen van een ander merk. Ik ken de andere merken niet uit mijn hoofd, maar het komt op neer dat je bepaalde merken hebt die dit soort type batterijen maakt met dezelfde capaciteit, dezelfde vorm, die je dus kunt gebruiken in je Fujifilm camera. En er zijn zelf types die met een lader komen, die je via USB kunt opladen. Dus dat is heel gemakkelijk als reislader. En als je bijvoorbeeld een oudere Fujifilm camera hebt, zoals deze X-T1, die ondersteunt nog geen opladen via USB-kabel. Via de body zelf. Dus dan heb je eigenlijk, als je met dit soort batterij en een kabel je camera, je batterij wil laden, heb je dat type extra batterijlader nodig. Nu, als je een ander type hebt, ik ga even hier de USB-aansluiting laten zien, maar op dit model werkt het dus niet. Dus dit is de USB-aansluiting. Ik zal ook filmmateriaal of beeldmateriaal voorzien van de X-T2. Op de X-T2 werkt deze type wel. Daar kun je met een externe batterij zoals deze, dat is een batterij van capaciteit, zal er wel eens op staan, 8800 mAh. Dus daarmee kan ik mijn camera een aantal keer opladen. Nu, je hebt een aantal van die externe batterijen, verschillende opties. Ik heb hier een paar bij elkaar genomen. Dus dat is een hele kleine van 1000 mAh. Deze is 1000 mAh, deze is 5300 mAh en deze was de 8800. Dus hoe groter, hoe hoger de capaciteit uiteraard. Voor de rest is deze met rubber afgewerkt, dus dat is iets robuuster. Als je die laat vallen, zal die minder snel kapot moeten gaan. Die is ook waterdicht, geloof ik. Bijvoorbeeld de aansluiting zit achter een klepje. En over het algemeen heb je altijd minimaal 2 aansluitingen. 1, dat is die kleine USB-aansluiting hier, voor het opladen van de batterij zelf. Dus dan sluit je USB-kabel hier aan en het andere eind gaat via een adapter of naar de computer voor stroomvoorziening. En dan een grotere USB-aansluiting waarmee dat je dus je andere apparaten kunt voeden. Ook bij deze zul je zien dat je 2 aansluitingen hebt. Nu, er zijn modellen zoals deze grotere die kleine aansluiting hebben, maar ook 2 afzonderlijke grotere aansluitingen. Het verschil tussen deze 2 poorten is, ja, je kunt 2 toestanden tegelijk opladen, maar ook het feit dat deze aan 1 ampère laat en deze aan 2 ampère. Dus dat is de stroomsterkte. Als je een tablet of een ander device dat heel veel stroom nodig heeft wilt laden, kan je die 2 ampère poort gebruiken. Terwijl deze meer geschikt is voor kleinere toestellen. Deze heeft ook een lampje, dacht ik. Ze hebben meestal ook een knop. Dat is hier een zaklampje. Meestal hebben ze ook een knop om ze in te schakelen. En dan kan je ook een indicatie krijgen van hoe vol dat de batterij is. Hier zit iets vergelijkbaar op. Hier een knop. En dan zie je, ja, die is nu leeg. Maar moest ik nu opladen, dan zullen die leds ook beginnen te flikkeren om aan te geven hoe ver dat de batterij zelf opgeladen is. Nu, als je een, kijk, dus nu is deze, ja, dus nu is deze batterij aan het laden vanaf deze. Voor de camera, dus het principe is hetzelfde, we koppelen die gewoon hier in een van onze 2 poorten, de 1 of de 2 ampère poort. Voor de camera mag dat gerust de 2 ampère poort zijn. Wat die gaat doen is eigenlijk gewoon de stroom doorsturen naar uw batterij die op dat moment in de camera zit.
tip als je wil kans maken op deze externe batterij. Dus dit is een batterij met een capaciteit van 2600 mAh en een laadstroomsterkte van 1 ampère, dus 1000 mAh. Dus als je kans wilt maken op deze accu, word dan zeker lid van mijn kanaal en activeer ook de notificaties, want er volgt een video waarbij ik deze zal weggeven. Dus het is een beetje afhankelijk van uw camera zelf of het wel of niet mogelijk is op die camera. Dit is een Fujifilm X-T2. Op de X-T1 van daarnet is het niet mogelijk, op de X-T2 wel. Op de Sony Alpha 7 was het ook mogelijk. Ik denk ook op de Sony Alpha 6000 reeks dat dat daar ook mogelijk is. Daar is het zelfs zo dat als je die camera koopt, dat er geen lader bij zit. Er zit wel een batterij bij, er zit ook een kabel bij. Maar de bedoeling is dat je daar de batterijen altijd met je body gaat opladen. Wat natuurlijk niet ideaal is, omdat je op dat moment geen foto's kunt maken. Dus een van de eerste dingen die ik daar gekocht heb samen met een extra batterij bij de Sony reeks, was ook een afzonderlijke lader. Nu, als we hier gaan kijken, dus aan deze kant zit een klepje met de connecties. Als je dat openmaakt, dit is een USB 3 connectie en dit is nog een mini HDMI aansluiting. Wij willen de USB aansluiting, dus dat is deze. Nu, dit is USB 3, dus dat betekent dat we een klein beetje een andere afwijkende aansluiting hebben. Typisch USB 3 zijn dat soort kabels. En dan zie je dat je hier met een dubbele connector zit die hier perfect in past. Wat wij willen doen is gewoon deze camera opladen met een USB kabeltje. Dus die kun je hier in het grootste deel van die twee hier kan je dat aansluiten. Als we dan de batterij nog aansluiten. Veel batterijen, ja, deze wordt automatisch opgestart. Maar er zijn batterijen die je ook moet activeren. Ik geloof die waterdichte moet je met de on-knop eerst nog activeren. Maar deze is nu aan het opladen. En dat kunnen we zien aan het lichtje op de camera. Dus hier zit een lichtje dat nu brandt. Als we dat laden stoppen, dan ga je ook zien dat dat lichtje uitgaat. En als we hem terug opladen, dan brandt dat lichtje dus. Er zijn, als het lichtje uitgaat, is de batterij vol, geloof ik. Ik zal een screenshot maken van de documentatie die info heeft rond dat lichtje. En als dat lichtje pinkt, dan betekent dat er iets mis is met de batterij. Dus op dit moment is die batterij hier aan het opladen. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.